Hoi allemaal, mijn naam is Jorik en tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik jullie meenemen over de keuze die je kan maken tussen het beleggen van je geld bij een bank of bij een broker. Waar kan je nou het beste je geld beleggen? Daar gaan we het in deze video over hebben. Er zijn altijd drie dingen waar ik op let bij het maken van de keuze tussen een bank of een broker en welke ik dan zou willen kiezen. Allereerst let ik op de kosten die je maakt. Ten tweede het gebruiksgemak van het platform. En ten derde de betrouwbaarheid van het platform. Dat zijn de dingen waar ik dus zelf voornamelijk op let. Ik ga jullie daar even doorheen praten in deze video. En terwijl ik dat doe, ga ik de vergelijking maken tussen de twee brokers waar ik bekend mee ben. ING en De Giro. Mocht je nou wat hebben aan de informatie in deze video, laat dan alsjeblieft een duimpje omhoog achter. Daarmee help je mij heel veel om meer gezien te worden en het kanaal verder te groeien. Het eerste waar ik op let bij het kiezen van een broker zijn de kosten. Wat je vaak ziet is dat bij banken, dus de ouderwetse banken, zijn de kosten vaak hoger. En bij de wat nieuwere brokers, de online brokers, waar je echt enkel kan beleggen, zijn de kosten vaak veel lager. Nou, die kosten kunnen in een hele hoop dingen zitten. Dat zijn transactiekosten, servicekosten, kosten over je belegde vermogen, kosten voor toegang tot beurzen. Nou, ga zo maar door. Er kunnen heel veel kosten zijn en dat verschilt dus echt per broker. In dit overzicht zal ik jullie laten zien wat de kosten waren die ik maakte bij ING en die ik nu maak bij De Giro. Dit is berekend op een portfolio van ongeveer 30.000 euro. Dat is belangrijk bij de ING, want daar betaal je een percentage over jouw belegde vermogen. Nou, allereerst zie je de basisfee. ING rekent een basisfee van 20 euro per jaar, dus 5 euro per kwartaal. En of je nou een inactief account hebt en niks meer doet of heel actief bent, dat zijn vaste kosten voor iedereen. Je betaalt dus altijd 20 euro per maand. Bij De Giro heb je niet zulke kosten. Je hebt geen doorlopende kosten voor het hebben van een account. Ten tweede zie je de servicekosten op belegd vermogen. Daar zie je bij de ING staan 72 euro. Wat het namelijk is, je betaalt bij de ING op jouw eerste ton, op je eerste 100.000 euro, betaal je 0,24% per jaar op jouw belegde vermogen. Dit is dus gerekend op ongeveer mijn portfolio. Die is ongeveer 30.000 euro op dit moment. Dus de kosten die ik daar zou maken op dit moment zijn dus ongeveer 72 euro op jaarbasis. Ook hier zie je bij De Giro weer 0 euro staan. Het komt omdat De Giro dus verder geen kosten rekent voor het hebben van de aandelen. Verder zie je beurskosten staan. Nou, ING rekent geen beurskosten. En bij De Giro is dat 2,50 euro per beurs per jaar. En met uitzondering van de Nederlandse beurs, de EAM, die is gratis. En wat zien we exact bedoelen, is dat voor elke beurs waar je aandelen in bezit, betaal je dus 2,50 euro per jaar. En dat maakt dus niet uit of jij 100.000 euro in aandelen hebt op een beurs of één aandeel van 10 euro op een beurs. Gewoon elke beurs waar je gebruik van maakt, betaal je 2,50 euro servicekosten per jaar. En verder zie je de transactiekosten. En dit is natuurlijk een lastig punt of heel moeilijk te schatten. Ik heb hier transactiekosten neergezet op 12 transacties, dus 6 keer kopen en 6 keer verkopen per jaar. Zelf beleg ik voor de lange termijn, dus het kan soms voorkomen dat ik gewoon een aantal maanden niet verkoop en enkel bijkoop. Dus dan is 12 denk ik het best realistisch. Ik heb ook nog een voorbeeld met 24, dus dat zou betekenen 1 keer kopen en verkopen per maand. Dus 24 transacties. In dit overzicht echter is het voor 12. En dan zie je dat ik ongeveer 120 euro heb berekend. En wat ik heb gemerkt in de jaren dat ik heb belegd bij ING, is de kosten zijn best wel hoog voor transacties. En voornamelijk transacties bij de Amerikaanse beurs of buitenlandse beurzen. Zo betaalde ik voorheen 4 euro vaste kosten per transactie. Dat is nu terug naar 3,60 euro. Maar voorheen betaalde je nog eens 0,04% over de kosten. En dat is nu 0,06%. Dus je betaalt nu 3,60 euro. Plus 0,06% van jouw bedrag wat je inlegt voor een transactie. Dat is nog niet alles, want daarnaast betaal je ook nog eens valutakosten of een soort kosten voor het omzetten van die valuta. En alles bij elkaar was ik voor een transactie van 1000 tot 2000 euro altijd wel rond de 10 euro kwijt. Dus vandaar dat ik even reken voor een gemiddelde van 10 euro. Want dat was het bedrag waar ik gemiddeld voor aanschafte, tussen de 1000 en 2000. Omdat minder eigenlijk niet interessant was bij de ING, omdat die kosten anders gewoon zo hoog werden. Nou, bij De Giro heb ik neergezet 18 euro. Dat is dus 1,50 euro per transactie. En dat is meestal minder eigenlijk voor mij. Want bij De Giro rekenen ze 50 cent per transactie op de Amerikaanse beurs. En 1 cent per aandeel. Dus stel je hebt op 30 aandelen van iets op de Amerikaanse beurs. Dus dat is dus 50 cent vaste kosten en 30 cent voor die aandelen. Dus meestal ben ik minder dan een euro per transactie kwijt. Maar dan kan het voorkomen dat ik wel eens op een andere beurs iets koop. En dat is ietsje duurder.
De Nederlandse beurs is dat dus 2 euro per transactie en de, ik geloof, Duitse en Franse beurs, et cetera, 4 euro per transactie. Daar koop ik daar zelf bijna nooit, dus dit is niet echt een toepassing, maar daarom heb ik de gemiddelde kosten toch iets hoger gezet, zodat het een redelijk realistisch beeld geeft voor mij. Nogmaals, deze kosten kunnen dus per persoon verschillen, afhankelijk van hoe jij belegt. Dit is dus echt hoe het invloed is voor mij, dus als je zelf gaat kiezen, let hier goed op en kijk goed de kosten. Nou, dan zie je dus dat ik op een jaarbasis gemiddeld bij de ING 212 euro per jaar kwijt was. En bij de Giro is dat 25,50 euro. Nou, dat verschil is enorm groot. Dus bij de ING betaal ik dus 8 keer zoveel op basis hiervan. En 212 euro op basis van 30.000 euro, dat is gewoon 0,6-0,7%. En dat is heel veel. Nou, in dit overzicht zie je dus nog het overzicht met 24 transacties. Het enige verschil daar zijn dus die transactiekosten. En ik denk dat ik hier meer in de buurt kom, eerlijk gezegd. En daar zie je het totaal van meer dan 300 euro bij de ING per jaar. En de kosten lopen dan zo erg hoog op dat ik voor mij de keuze heb gemaakt dus om afgelopen oktober over te stappen naar de Giro. Als je dus gaat kijken naar de kosten die je maakt bij een broker, wees daar realistisch in de transacties die je gaat doen. Want voor de ene persoon kan de ene broker goedkoper zijn dan de andere. Dat heeft te maken met je vermogen wat je inlegt, de beurzen die je gebruikt, hoe vaak jij een transactie doet, etc. Die kosten kan je eigenlijk altijd wel vinden voor je je inschrijft bij zo'n broker. Als jij even op Google zoekt naar de naam van de bank of broker en dan de kosten, dan moet je het eigenlijk altijd zo kunnen vinden. En dan kan je voor jezelf even zo'n overzichtje maken dat je weet wat dat gaat kosten voor jou. Mijn favoriet in dit segment, als ik kijk naar de kosten, is dus de Giro. Die wint het by far van de ING. En daarom kies ik dus voor de Giro als het gaat om de kosten. Het tweede waar ik naar kijk voor een broker is de gebruiksvriendelijkheid, het gebruiksgemak van het platform. Nou is het soms wat moeilijk inschatten van tevoren, maar door het lezen van wat reviews kom je vaak al heel ver. Wat je natuurlijk wel altijd kan doen is een account aanmaken en even een beetje rondklikken en rondkijken hoe dat nou precies zit. Of je kan een video online zoeken waar mensen het platform laten zien. En dan kan je misschien alvast een beetje wennen aan het platform en zien of dat iets is voor jou. Maar persoonlijk zou ik ook altijd even naar de reviews kijken wat mensen daarover te zeggen hebben. En daar kom je mogelijk ook al een heel eind mee. Voor mij persoonlijk vind ik zowel de ING als de Giro allebei ontzettend prettig werken. Beide hebben een goede website en een goede app voor de mobiel. En dat werkt allebei heel goed. Dan moet ik wel zeggen, ik heb 3 à 4 jaar bij de ING belegd en daar was ik altijd heel tevreden over. Maar sinds ik over ben naar de Giro moet ik eigenlijk zeggen dat de Giro iets simpeler is, iets gebruiksvriendelijker. Wat ik wel mis bij de Giro vergeleken met de ING is dat ze bij de ING een heel mooi grafiekje hadden waar ik precies kon zien hoe mijn portfolio steeg of daalde. Aan de andere kant heeft de Giro weer opties die ik weer fijner vind. Zoals bijvoorbeeld je kan zien op jouw account wat jouw totale winst en verlies is. En ik vind het eigenlijk net even wat simpeler om bepaalde dingen terug te vinden zoals transacties die je hebt gedaan, kosten die je hebt gemaakt, etc. Dus voor mij zou ik ook hierin toch de Giro lichtelijk het voordeel geven. Maar ik moet zeggen dat de website en de app van de ING ook heel prettig is. Dus er zit niet heel veel verschil tussen. Maar de Giro is toch net iets simpeler. Ten derde waar je op moet letten is de betrouwbaarheid van de broker. Want je gaat daar geld naartoe storten, mogelijk heel veel geld en dat groeit. Maar je moet je wel comfortabel voelen bij de keuze in je broker. Want stel je hebt op een gegeven moment misschien wel 30.000 euro of een ton bij je broker staan. Dan moet je wel het vertrouwen hebben in die broker dat dat ook veilig is. De Giro is in 2018 in aanraking gekomen met de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. En dat heeft te maken gehad dat zij niet alles helemaal goed deden volgens de wetgeving. Daar hebben ze afgelopen zomer een boete voor gehad van 300.000 euro. En als het goed is, is daar de kous mee af. Alles is nu hersteld en alles moet nu weer goed zijn. Maar ze hadden toen de tijd wat issues met de betrouwbaarheid en hoe zij omgingen met de informatie van klanten, als ik het goed heb begrepen. Maar volgens mij is het allemaal nu hersteld. Dus ik zie daar niet zo heel veel meer problemen meer in. En als er wel issues mee zouden zijn, dan zou de AFM daar nu wel op inspelen. Ze staan natuurlijk altijd onder supervisie. Er wordt altijd naar gekeken. En op dit moment lijkt daar alles goed te gaan. Dus ik vertrouw de Giro nu wel. Ondanks dat er in het verleden dus wat issues waren geweest, lijkt het nu gewoon een stabiele, goede broker te zijn. En lijkt er nu geen issues meer te zijn. Nou, in dit geval de ING is natuurlijk een grote bank en daar lijkt alles gewoon goed op orde te zijn. Die kan ik eigenlijk niet bespeuren op bepaalde foutjes of zo, dus dat zal wel goed zitten. Maar je kan natuurlijk altijd even googlen en kijken wat je vindt over de brokers, wat ze zeggen. En als er iets aan de hand is, dan kan je dat eigenlijk altijd wel vinden. En er komt natuurlijk nog een stukje bij van wat nou als zo'n broker of een bank failliet gaat, waar blijft dan mijn geld? Bijvoorbeeld de Giro heeft een eigen holding los van het bedrijf waar zij geld mee verdienen als de Giro. En dat is een soort bewaarbedrijf.
om het maar even zo te noemen. Daarin worden alle aandelen bewaard. En dus ook als de Giro failliet gaat, dan blijven jouw aandelen dus wel gewoon bestaan. Dus als het goed is, zou je daar geen probleem mee moeten hebben. Als de Giro failliet gaat, zouden jouw aandelen dus niet in gevaar moeten komen. Nou is de Giro ook recentelijk in een fusie gegaan met een Flatex bank uit Duitsland. En dat houdt in dat er wat bepaalde regels voor gelden voor het vermogen wat dus beschermd is. Dat was voorheen geloof ik 20.000 euro, maar dat is nu dus 100.000 euro. Dus ook in het geval dat er toch iets gebeurt, dan zijn dus die eerste 100.000 euro, zou je in principe altijd terug moeten kunnen krijgen. En dat is natuurlijk altijd slim om als je heel veel vermogen hebt, dus net spreken over tonnen, om dat te verdelen over meerdere brokers. Als ik dus moet kiezen tussen betrouwbaarheid en veiligheid tussen de twee, van ING en de Giro, zou ik toch het lichtelijke voordeel geven aan de ING, omdat dat het gewoon wat meer steady lijkt te zijn. Maar daarmee wil ik wel zeggen dat het bij de Giro volgens mij verder prima geregeld is nu. En dat ik er eigenlijk geen issues meer heb om daar mijn geld te beleggen. Dit waren voor mij de voornaamste punten die ik zou meenemen in de zoektocht naar een broker. Mocht jij je nou gaan willen aanmelden bij de Giro om te gaan beleggen, dan kan dat door middel van het linkje in de beschrijving. En dan krijg je jouw eerste 20 euro transactiekosten vergoed. Als ik iets heb gemist in het maken van een keuze in de zoektocht naar een broker, laat het mij dan zeker weten in de comments. Ik hoor het graag van jullie. Mocht je wat hebben gehad aan deze video, laat dan alsjeblieft een duimpje omhoog achter. Daarmee help je mij ontzettend veel en vergeet niet te abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video.